Wat nog een ander belangrijk onderdeel is van actieve kunstbeoefening of van amateurkunst zijn, is dat het een liefhebberij is. Dat het iets is wat je doet met passie, met gevoel, met inzet. En dat is vaak de waarde die kunst zo bijzonder maakt. Juist ook amateurkunst zo bijzonder maakt. Want er zit iets eigens in, een eigen gevoel is daarin gelegd. En dat zie je hier in de schilderijen ook om je heen, een eigen gevoel ingelegd die van onschatbare waarde is. En dat zouden we meer zichtbaar moeten maken. Eerst het juryrapport over de tweede prijs. De vertaling van het wedstrijdthema in dit poëtische schilderij kan de jury zeer waarderen. Er is sprake van een evenwichtig werk qua compositie en kleur. Hoewel de opzet van het geheel niet bij uitstek origineel genoemd kan worden, leidt de eenheid van compositie en kleur toch tot een mooi schilderij dat naar het oordeel van de jury hoge ogen gooit in dit regiopalet en daarin de tweede prijs meer dan waard is. Ze hebben op de 4 beoordelingspunten cijfers gegeven, voor originaliteit een 6, voor zeggingskracht een 7, voor de uitwerking van het thema een 7 en voor de techniek een 8. En deze tweede prijs is gewonnen door Gerda Meijer-Neven. En die hangt daar aan het scherm. Enthousiast over dit werk, waarin via een breed kleurenpalet het wedstrijdthema overtuigend is neergezet. We zien een dynamische compositie waar het water als het ware van afspat. Alleen de invulling van de linkerbovenhoek van het schilderij acht de jury minder geslaagd. Dat neemt niet weg dat over het geheel genomen het werk ook compositorisch aantrekkelijk in elkaar zit en met een hoge beoordeling op alle onderdelen als eerste eindigt. Voor originaliteit een 8, voor zeggingskracht een 8, voor uitwerking van een thema een 8 en voor de techniek een 8. Deze eerste prijs hangt naast het werk van Gerda Meijer-Neven en dat is mevrouw Anne van Houts. Probleem dat we hadden met de uitslag van de publieksprijs. Namelijk de echte winnaar van de publieksprijs is ook een winnaar van de jury. Dat is namelijk Gerda Meijer. Op de tweede plaats is geëindigd met 6 stemmen Miguel Pozzo Blanco. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier. Ik wens de prijswinnaars heel veel succes op de landelijke expositie en prijsontwikkeling. En we zullen zien of we volgend jaar weer dingen kunnen gaan organiseren die voor amateurkunsten interessant zijn. En over 3 jaar, als ik het wel heb, is er weer een talentspalet prijs. Oké. Okay.